All systems ready. Welkom bij Liebesverkoopplaats. 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 Nou, ik heb er de kracht niet meer voor na deze week. Nou, ben jij ook zo snuiverig? Ja, het is weer koud buiten, hè? We zijn straks weer november. En we zijn allebei wat snuiverig en wat... Nou, wat vol in de holle, zou ik maar zeggen. Nou, ik sta hier bij een vitrinekast. Dat zie je wel. En in deze vitrinekast is dus een huurster. En die verkoopt dus haar kerstballenverzameling. Nou, het zijn oudere kerstballen. Ze zijn allemaal per stuk geprijsd van... Zoals voorzichtig doen. Klokjes. Tot setjes met... rode en groene ballen. Met... Ja, volgens mij is dit handgeschilderd op de piek. Even kijken hoor. De 12 kerstballen en de piek voor €12,50. Nou, het is wel een koopje als je deze oudere kerstballen leuk vindt. Nou, vind je dus bij ons in de vitrinekast. Heb ik nog wat bijzonders? Oh ja, hier ligt... Oh, hier zag ik wat. Klein sneeuwmannetje... Ja, nou, ik zou zeggen, kom maar kijken. Maar je weet het, er is één persoon tegelijk in een vitrinekast. Dus, oudere kerstballen, het begin van kerst, het is allemaal in volle gang bij ons. Liebes Verkoopplaats. Nou, het is de tijd, hè. Ik heb ze al eerder laten zien. Maar er is een grote voorraad van de Riverdale kaarsen. De kaars en de kandelaar is ook van kaarsvet, dus erg leuk om te geven. En nu bodemprijzen... In de maand november en december, omdat er zoveel is, slechts €2,50 per stuk. En neem je er 3, dan betaal je €6. Er zijn 4 kleuren, ik laat 2 zien en die andere kleuren, kom maar kijken. Dus Riverdale, €2,50 per stuk en 3 voor slechts €6. Zoek van de week, zoek van de week. Daar zijn we weer. We zijn nu bij ons thuis. Ergens in Drachten. En ja, het is weer kouder geworden. En wat krijgen we dan? Hebben jullie ook weer soep? Nou, dus deze week beginnen we weer met soep. En wat doen we deze week? Wat dacht je van Franse uiensoep? Ik roer in de pan. Roeren. Met verse uien. Verse prei. Dan krijg je ook nog een stukje stokbrood erbij in je pannetje met soep. Met gesmolten kaas, zoals dat hoort. Nou, en als klap op de vuurpijl nog een stukje brood. Met stokbrood hoor, geen broodje, dat wordt duur. Een stukje stokbrood met kruidboter. Nou, deze week dus Franse uiensoep voor slechts €3,50. Ik zou zeggen, het is er weer voor, dus... Kom gezellig langs. Doei. Wie bespreekt op plaats? Bodemprijzen. Ja, ik ben er al. Wat een gedoe. Die bel. Nou, die bel gebruiken ze wel hoor, als we er niet zijn. Weet je wel, dat ding. Niet te koop. Nou, we gaan eindigen met de weekaanbieding zoals altijd. En we hebben een aantal oude aanbiedingen, zal ik je nog even zeggen. Maar ook... De oude aanbiedingen is de aanbieding op de aanbieding. Snap je het nog? Dan kun je jou het schelen. Kijk nou, vorige week €7,50 Ferrero Rocher alleen in het vliegtuig te krijgen. Nu de laatste dozen, ik ga het niet doen hoor, maar echt €5. En er zit een hele hoop in. Dus dat was deze. Dan hebben we voor Sint Maarten nog steeds 1,75, 20 zakjes van die auto erop. Weet je wel, dat. Die is aangevuld, want het andere was allemaal op. Ook moet niet te snel, hè. Pepernoten. Een zak vol. 45 cent. Hebben we ook. Ook lekker. Ja, moet je ook niet bij de televisie nemen, want dan is het ook zo op. Maar dan hebben we nog even kijken. Oh, de dubbelfris, weet je wel. Die pakken, die grote. 2 pakken, €1,50. Even ademen. En wat hebben we nu nog? Worst. Oftewel, worst. We hebben... Let op. Worst. Diverse soorten. €1,75 per stuk.
maar twee voor slechts €3. En wat voor worsten hebben we dan? Klinkt heel raar als ik dat zo hoor. Wij hebben de grote milde cervelaatworst. Dan hebben we de iets kleinere, is geen worst gelijk, van hoi, de boerenmetworst. 180 gram. Dan hebben we nog, één. De Girosso, is wat scherper geloof ik, van Hulst, ook lekker. En dan hebben we nog de bio salami worst. Ja, ook wij hebben hier bio. Dus we hebben 4 soorten worsten. 1,75 per stuk. Het duurt weer veel te lang. Ik schiet op. En slechts 2 voor €3. Dus, lekkere worst halen bij ons. En het is alweer het einde van de vlog. Want we gaan even een drankje nemen, want we zijn er klaar mee. Dus, heb een goede week. Delen is super. En, nou, tot de volgende keer. Maar zeker tot ziens. Nou, ik zeg dag. That's all, folks. Wil je de andere vlogs nog terugzien? Kijk op YouTube, Wiebes Verkoopplaats.